Wij hebben allemaal papiertjes, die leggen we dan hier door het gat. Dan trek ik haar aan achter. En dan gaat deze, als het iets trilt, dan gaat hij helemaal zo. En hoe erger die trilt, hoe harder die gaat. Hij werkt! Dit is Ryan. Hij heeft samen met zijn klasgenoten een seismograaf gemaakt. Hij maakte deze bevingsmeter in een speciale les over aardbevingen die je vindt op www.aardbevingenwijzer.nl. Maar lessen voor het basisonderwijs, voor groep 1 tot en met 8 opstaan, raken aan de aardbevingen in Groningen. Op allerlei manieren kun je daar mee aan de slag zijn. Allerlei thema's is het gekoppeld. Kinderen zijn op dit moment bezig met een stukje bouwen, maar ook kennis over aardbevingen opdoen. En de school hier vandaag maakt daar kennis mee en doet dat in een praktische les. De kinderen maken dus samen met gastdocent Helmar een echte aardbevingsmeter. Maar ze leren nog veel meer over aardbevingen. Hoe het ontstaat en wat er allemaal kan gaan gebeuren. Ook de grond, lagen in elkaar zitten en hoe het dan echt in elkaar zit, waarom de aardbevingen er komen en hoe dat in elkaar zit. Over hoe aardbevingen ontstaan en hoe je ze kan meten. Maar ook wat er om hen heen gebeurt, om daar ook een stukje kennis over te hebben. Van ja, wat is dat dan aardbevingsbestendig bouwen? Wat is het versterken? Hoe gaat dat als thema's als schadeherstel? De kracht erachter is dat je op een heel gevarieerde manier bouwt en een stukje kennis over het onderwerp. Dat je ook, de kinderen zijn op dit moment op een heel praktische manier bezig. Met hun handen bezig, met hun hoofd, zijn met elkaar aan het overleggen, aan het samenwerken. Het opent soms ook gesprekken, dus op een andere manier dat het loskomt. Het raakt ook thema's die ook in het basisonderwijs sowieso aan bod komen. Als je denkt aan het aanbod wat je in het basisonderwijs moet geven. De lessen op aardbevingenwijzer.nl zijn daarom uitermate geschikt om thuis en in de klas uit te voeren. Het hele programma van groep 1 tot en met 8 is voor iedereen in het onderwijs te vinden en te gebruiken. En het mooie eraan is wel van, voordat je het gebruikt, is er een mogelijkheid om een gastles, een gratis gastles, die wij verzorgen, aan te vragen. En het is een mooie introductie op het lesprogramma. En ik denk dat het voor kinderen in de Groningen regio ook van belang is. Het is de omgeving waar ze in leven, om daar ook iets van te weten. 3, 2, 1. En oké, wij kunnen nu wel zeggen dat die lessen heel erg leuk en leerzaam zijn voor kinderen. Maar wat vinden ze er eigenlijk zelf van? Leuk. We hebben een seismograaf gemaakt. Dat vond ik zelf heel leuk. Omdat je dan zelf heel creatief bent en dat vind ik heel leuk. Ik zou het niet erg vinden als we dat elke dag hadden.